Vandaag een bijzondere dag, want 5 november 2022 stopt de zaak waar bijna, nou ik zei 100 jaar, 92 jaar las ik. Hebben jullie hier gewerkt? Ja, hoe voelt nou, dat zo'n dag? Ik heb geen 92 jaar. Hè? Nee, dat snap ik. Oh. Hoe voelt zo'n dag? Erg dubbel. En dan is het een emotionele dag. Het is inderdaad een emotionele dag, ja. Hoe lang hebt u hier zelf gewerkt? Vanaf mijn 15e heb ik hand- en spandiensten verricht. En vanaf mijn 18e ben ik hier in loondienst gekomen. Oké. Dat is de hele tijd? Ja. En dan kijk je weer terug. En dan is het emotie. Maar kan het ook opluchting zijn? Juist in deze moeilijke tijd? Nou, het is emotioneel. Ik kan niet anders. Ik heb een ziekte van Dupuytren. En ik heb het lichamelijk ongemak. Nee, maar dan is het logisch dat je op een gegeven moment zegt van, het is mooi geweest. Ja, nou het is een beslissing die je niet in één dag neemt. En daar lopen we eigenlijk al 2 jaar over te dubben. En nu is het zover. Maar je hebt natuurlijk, Elburg, laten we eerlijk zijn. Wie in Elburg kent de bakkerij niet? Ja, ik zou het niet weten. Er zijn best wel mensen in de nieuwbouw die nooit van gehoord hebben, hoor. Nee, maar dat is natuurlijk iets waarvan de meeste Elburgers, denk ik, die hebben iets met deze bakkerij. Oh. Ook vanuit vroeger. Heel veel mensen weten mooie verhalen te vertellen. En dat het dan op een gegeven moment aan een eind komt, dan heb je zoiets van, het is mooi geweest 2022, terugkijkend op mooie tijden, ja. Mindere tijden, ja. Maar nou naar de toekomst kijken. Ja, nou, ik ben er nog niet mee bezig. Nee. Ik weet alleen nog nu wat ik niet meer kan. En ik weet nog niet wat verder de toekomst brengt. Want hoe is het voor jullie? Want jullie zijn opgevoed met de bakkerij. Klopt. En nu een heel andere tijd. Ja, dat zal voor iedereen in het hele gezin en ook voor mijn tante zou het gewoon wennen worden. We gaan een ander leven in. En eerst dit rustig afsluiten en... we moeten nog verder kijken wat we hier natuurlijk mee doen. En dan zal het langzaam een plekje krijgen bij iedereen. Ja, want je hebt zelf geen idee om een bakkerij voor te zetten? Nee, maar het is ook nooit verplicht geweest vanuit mijn ouders. Die hebben het ook nooit gestimuleerd van dat wij het als 2 dochters over moesten nemen. Nee. Dus we wensen jullie in ieder geval heel veel geluk in de toekomst. Ja, dank u wel. Dank je wel.